Maar eerst, het schijnt de duurste jas ter wereld te zijn en hij hangt in het Graphic Design Museum in Breda. Het kunststuk van ontwerper Silke Waro heeft een waarde van, let op, €759.987,20. Het kledingstuk is te zien in de tentoonstelling Connecting the Past and the Future. Nou, we staan hier voor de duurste jas ter wereld. Wat is zo bijzonder aan deze jas? Nou, allereerst is hij natuurlijk heel mooi, dat kan je wel zien. Hij bestaat uit enorm veel lepels, dus dat is vrij uniek. Het is je kan het eigenlijk zeggen dat het een soort stof is, maar is met de hand genaaid. Dus het bestaat uit verschillende lepels, uit enorm veel. Het is allemaal aan elkaar genaaid en allemaal verzameld. De kunstenares heeft de lepels geknipt uit kledingstukken van verschillende vrienden, kennissen en bekenden. En zo is ze gekomen aan alle lepels. En waarom is hij dan zo duur? Omdat hij dus de prijs vertegenwoordigt van alle losse kledingstukken. Omdat er zo enorm veel labels in zitten, is dat, vertegenwoordigt dat de waarde. En los daarvan is er maar één van, dus dat maakt hem extra uniek. En hij is afkomstig uit Duitsland, en hoe komt hij hier terecht? Dat was een heel traject. Wat we hebben gedaan is dat we hem hebben geleend van de ontwerpster zelf. Voor ons is dit een enorm, als we het zouden moeten aankopen, dat is een enorm bedrag. Dus we hebben hem heel goed verzekerd en we hebben hem laten overkomen met verzekerd transport uit Duitsland. Oké, dus niet bang voor dieven? Nee, want hij zit heel goed in de vitrine, dus hij staat goed achter glas. De expositie en de jas waarop de kunstenares 3 maanden werkte zijn nog tot en met 29 mei 2011 te bewonderen.